een vlotte manier om de restjes uit de frigo te verwerken is gebruik maken van een wok. Ik heb vandaag een keer in mijn ijskast gekeken en ik heb hier het een en ander liggen van groentjes die ik over had. En we gaan daar een wokgerechtje mee maken. We gaan eerst beginnen met de groentjes te snijden. Zo in reepjes of in staafjes. De bedoeling van een wokgerecht is dat we onze groentjes een beetje in dezelfde stijl snijden. Omdat alles tegelijkertijd wordt roerbakt. Maar we starten altijd in de wok met de groente die het meest hard is. En vervolgens zullen we als laatste de groentjes toevoegen die het vlugst gereed zijn. Dus in ons geval is dat hier. We beginnen met onze aardappeltjes. Dan gaan we de bloemkool en de wortel aan toevoegen. Rijst, zelder, ajuin. En dan werken we af nog een beetje chorizo. De chorizo die ik gebruik is afkomstig uit Spanje. In Spanje noemen ze dat Duroc chorizo. We gaan nu alles beginnen roerbakken. We beginnen uiteraard met onze aardappeltjes. Ook zien dat er voldoende arachideolie in de pan is. We gaan nu verder met ons groenten. We beginnen met ons wortel en bloemkooldoosjes. Je mag er allemaal vlotjes bij. Een beetje zelder en prei aan toevoegen. En nu gaan we er als laatste losse klotijen aan toevoegen. Roerbakken. En dan mag heel vlug gehuurd worden. Dat stolt direct en dat pakt zich rond die groentjes. Dus het smeuïge aspect van het ei vervangt als het ware eigenlijk de saus die je normaal zou bijserveren. En we werken dat wat af met peterserie. Zo, onze wok is gereed. We hebben de restjes van de keuken opgewerkt. We hebben een tof gerecht met veel smaken in. Ik zou zeggen, laat die smaken.